Welkom bij deze aflevering van Vaarplezier, de serie over de voorrangsregels. Vandaag gaan we het hebben over de kruisende koersen. Belangrijk om goed te weten, want de kruisende koersen komen heel veel voor. Op dit kaartje kun je zien wanneer je elkaar kruisend nadert, namelijk in het hele gebied van tegengesteld, recht op elkaar af, tot net iets achter dwarzen op de boot. Dat hele gebied noemen we kruisend en dan heb je in volgorde een paar belangrijke regels. De eerste is goed zeemanschap. Op het water is het een wettelijke verplichting om alles te doen om een aanvaring te voorkomen. Moet de ander voorrang verlenen, dan ben jij alsnog verplicht om uit te wijken als je toch te dicht bij elkaar in de buurt komt. Vervolgens is de regel: degene die niet aan stuurboordswal, dus rechts in het vaarwater vaart, moet voorrang verlenen aan degene die wel stuurboordswal vaart. Handige tip: ga dus zelf altijd rechts in het vaarwater varen, dan moeten alle anderen jouw voorrang verlenen. En dan de volgende regel is klein verleent voorrang aan groot. Een klein schip Korter dan 20 meter, moet dus voorrang verlenen aan een groot schip, langer dan 20 meter. Het gaat dus niet om de onderlinge verhoudingen, dus groter of kleiner dan de ander, maar alleen om die maat van 20 meter. Er zijn een paar uitzonderingen, schepen die kleiner kunnen zijn dan 20 meter, maar toch grote schepen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld passagiersschepen, zoals rondvaartboten, veerponten, visserschepen die aan het vissen zijn en sleepduwboten. Bekijk daarvoor onze aflevering over de reglementen en definities. Vaart er niemand stuurboordswal in het vaarwater en is er geen van de schepen groot, dan gaan we naar de volgende regel. Namelijk, een motorboot verleent voorrang aan een door spierkracht voortbewogen boot. Denk aan kano's en suppers. En die verlenen weer voorrang aan zeilschepen. Daaruit volgt dat een motorboot ook voorrang verleent aan een zeilschip. Komen twee kleine motorboten elkaar tegen, dan is de regel: degene die van bakboord komt, verleent voorrang aan degene die van stuurboord komt. In normaal Nederlands zou je kunnen zeggen: degene die van rechts komt, heeft voorrang. Denk alleen aan goed zeemanschap. Op het water heb je nooit voorrang. Bij twee zeilboten die elkaar tegenkomen, moet je kijken naar over welke kant van de boot de zeilen staan. Dan is het zo dat degene met zijn zeilen over stuurboord voorrang verleent aan degene met zijn zeilen over bakboord. Hebben deze zeilboten de zeilen over dezelfde boeg, dan is de regel: Loef verleent voorrang aan Lei. Loef is de kant waar de wind vandaan komt, ook wel de hoge kant genoemd, en Lei is de kant waar de wind naartoe blaast. Ook wel de lage kant genoemd. Bij deze regel moet dus de zeilboot aan loef, de hoge kant, de kant waar de wind vandaan komt, voorrang verlenen aan de zeilboot aan lei, de lage kant, de kant waar de wind naartoe blaast.